Dag allemaal. U weet wel dat het gezegde luidt: het is beter te geven dan te ontvangen. En waar komt dat gevoel dan vandaan? Dat je denkt: fijn om dingen te geven. Het uh, geeft een goed gevoel. En het leuke is er wel een studie een keer aan gedaan. Dus je moet voorzichtig zijn, één studie. Maar het leuke is toch dat men dan ziet welk uh, deel, welk netwerk in de hersenen dan actief wordt als u heel veel geeft. En dat is eigenlijk het beloningssysteem. Ik heb het meegenomen om even te laten zien hoe leuk dat eruit ziet. Dat ziet u hier, het beloningssysteem. Ik kan het nog even laten draaien. En dat is dat gevoel van, ja, hè, ik geef veel en dat geeft dat fijne gevoel. En dat gevoel komt omdat u opiaten vrijmaakt, endorfineachtige stoffen, daar met name in dat circuit wat u hier ziet draaien. En dan denkt u, ja, dat geeft echt een goed gevoel. Nou, dus dat geven is echt wel een goed idee om zelf ook een goed gevoel te krijgen. Nou, wie wil dat niet? Nou, is natuurlijk de vraag, ik kom weer even bij u terug, nou is natuurlijk de vraag, aan wie zou u dan wat willen geven? Nou, ons voorstel is en onze harte wens is. Geeft u het aan mensen met een afasie. Er zijn 30.000 mensen met een afasie in Nederland op basis van hersenletsel. En zij hebben een avasie, maar u begrijpt dat het voor hun ernstig groot probleem is, maar ook voor hun familie, vrienden, partners, etc. Uh, afasie betekent taal- en spraakproblematiek. Moeilijk soms om je te uiten, moeilijk om alles te begrijpen. Maar ook dat uiten, natuurlijk ook voor de omgeving. Er zijn mensen die reageren daar ook moeilijk op. Die denken, ja wat is dat? Wat parkeert die persoon? Ik begrijp die persoon niet. Het gevolg kan heel vaak zijn dat mensen met een afasie zich dan juist wat afzonderen. Wat eenzamer ook worden. Nou we weten uit heel veel studies dat eenzaamheid ook echt iets heel ergs is voor iemand. Dus daar willen we vanaf. We willen stappen maken. We willen stappen maken voor mensen met een afasie. En daarvoor zou die donatie fantastisch zijn. We kunnen stappen maken in de zin van kennis verkrijgen door onderzoek te doen. Kennis vergaren. Heel hard nodig. We kunnen ook met uw geld kennis delen met anderen. Door te zeggen, ja, maar wacht eens even. Hè, met iemand met een AVC die heeft deze zorgen, die heeft deze problemen. Daar kun je zo naar kijken. dan moet je zo mee omgaan. En een derde belangrijke poot is dat natuurlijk mensen met een AVC met elkaar kunnen optrekken. Nog veel meer dan nu. Met elkaar, maar ook met de samenleving. Dus... De grote oproep is vanuit ons hart vandaan, als u wilt geven en u wilt het goede gevoel terughalen, die ik u net liet zien in het begin, geeft u, geeft u voor mensen met een afasie. En als u dan denkt, maar waar moet ik dat dan naartoe sturen en brengen, dan ziet u hier, ziet u uh, waar u dat uh, kunt terugvinden, waar u ook op kunt storten. En dat zou echt fantastisch zijn. Nogmaals, wij zijn zelf altijd enorm dankbaar. Ik kom nog even bij u terug. Super dankbaar dat altijd alles maar gewoon gaat als het gaat. Dat het allemaal functioneert. Vooral als je kijkt naar zo'n prachtig organisch centraal zenuwstelsel. Maar oh wee, als daar iets gebeurt. Dat kan van klein tot groot zijn. Maar de gevolgen zijn vaak meteen met een enorme impact. Nou, een avasie is iets wat een enorme impact heeft. Op iemands leven. De kwaliteit van leven. Voor heel lang vaak. Maar ook voor die personen, hun omgeving, hun eigen familie. Dus fantastisch als u... Dit zou willen overwegen dat u die donatie wilt doen en u houdt er een goed gevoel aan over. Het gaat u goed en heel heel veel dank. Bye bye.